Ja, Roy Bouten, wethouder gemeente Horst en de Maas. Ja. Jullie hebben een nieuw project, dat is eigenlijk een migratie-app. Ja. Kun je precies uitleggen wat dat precies inhoudt? Dat kan ik zeker. Dat is een project dat we met de 8 Noord-Limburgse gemeentes doen. En waarom? Omdat we zien dat er in deze gemeentes van Bezel tot Mogen Middelaar heel veel arbeidsmigranten wonen. En wij vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten ook echt mee gaan doen. We willen niet dat je hier alleen kan werken, maar dat je ook bijvoorbeeld de taal leert. Maar ook weet wat je plichten zijn, maar ook weet wat je rechten zijn. Dus stel nou dat je bij een werkgever werkt of een huisvester woont waar het toch niet zo goed geregeld is, dan moet je dat ook kunnen melden. Want dan kunnen wij als gemeente, als gemeentes, handhavend optreden. En omdat we zien dat inmiddels de digitale wereld zo goed georganiseerd is dat we met een app heel veel mensen dat soort informatie kunnen verstrekken, hebben we ervoor gekozen om die app te lanceren. En de eerste 4 gemeentes, Venlo, Venray, Pelemaas en Horst en de Maas, hebben die app inmiddels gevuld. En afgelopen zaterdag bij de banenbeurs gepresenteerd. Ja, en wat is het voor soort app? Wat kun je daarop doen en waar kun je die vinden? Ja, als je, er is per gemeente dus een eigen versie. En de meeste gemeentes hebben een QR-code en die kunnen we ook naar bedrijven sturen. Het is ook een weblinkje, staat bijvoorbeeld ook op mijn Facebookpagina. En als je daarop klikt, dan kom je bij zo'n soort webapp uit. Dus het is niet een app uit de App Store, maar een webapp. Dat maakt dat je hem niet steeds hoeft te updaten om up-to-date te zijn, maar dat je gewoon altijd de laatste versie krijgt. En dan kun je dus echt van simpele informatie als hoe werkt het afvalsysteem in de gemeente. Want het werkt vaak anders. Hier scheiden we meer dan we bijvoorbeeld in Polen doen. Waar kun je juridische hulp krijgen? Maar ook, waar kun je Nederlands leren? Want we vinden het belangrijk dat mensen de Nederlandse taal leren. Omdat we ook zien dat onze gemeentes zijn allemaal opgebouwd uit dorpen en wijken waar we elkaar goed kennen en voor elkaar zorgen. Dan vinden we het ook belangrijk dat onze nieuwe inwoners, ook als ze bijvoorbeeld uit Polen of Bulgarije komen, dat die ook echt mee gaan doen. En dan vind ik het niet belangrijk dat ze het met een helm scannen of met een Nederlands vlaggetje rondrijden met het EK. Maar ik vind het wel belangrijk dat ze op de buurtbarbecue zijn of zich als vrijwilliger melden bij de voetbalclub. Want dat is wel hoe we hier met elkaar samen leven en werken. En dat is hopelijk ook waar we arbeidsmigranten toe kunnen verleiden. Ja, en jullie wikkelen dit nu uit in 8 gemeentes, vertel je? Ja. Zit hier ook nog uitbreiding in voor andere gemeentes in de toekomst? Dat kan. Alleen wij hebben gezegd, onze eerste stap is nu zorgen dat zoveel mogelijk arbeidsmigranten de app ook weten te vinden. Dus de aandacht gaat nu uit naar bijvoorbeeld bedrijven benaderen dat ze zo'n poster ophangen waarmee arbeidsmigranten met een QR-code meteen die webapp kunnen downloaden. Vervolgens is het ook belangrijk dat we de data die we daaruit ophalen, dat we daar dingen mee kunnen doen. Er zijn gemeentes, kijk in Horst en de Maas weten we vrij goed dat we 1900 ingeschreven arbeidsmigranten hebben en 4200 vergunde plekken. Maar er zijn ook gemeentes die weten nog wat minder goed hoeveel arbeidsmigranten er daadwerkelijk in hun gemeente verblijven. Nou, dan kun je bijvoorbeeld met die app kun je wel zien, oh, hij is zo vaak gedownload door mensen uit die gemeente. Dus daar kun je ook weer informatie uithalen. We kunnen dus ook nu zien waar de informatiebehoefte is. Is dat bijvoorbeeld gezondheidszorg of juridische hulp? Nou, dat geeft ons allemaal gegevens waar we verder beleid mee kunnen maken. En waar we dus nog beter mee kunnen zorgen dat mensen ook echt mee gaan doen. Als er andere regio's of gemeentes zijn, kunnen ze uiteraard contact met ons opnemen. En dan kijken we uiteraard hoe we dat verder uit kunnen rollen. Want hoe is de app, als je ons even meeneemt in de ontwikkeling, hoe is de app tot stand gekomen en hoe is het idee ontstaan? Nou, er is al een gemeente, die het heet de MyInfoNL app. Er is al de gemeente Waalwijk die werken al met die app. En daar zitten gewoon een aantal bedrijven, overheden achter die met elkaar hebben gezegd, we willen betere informatievoorziening voor arbeidsmigranten. Zowel over rechten als ook over plichten. Maar we willen het zo inrichten dat elke gemeente of bedrijf er ook nog zijn eigen achtergrond op kan aansluiten. Want in Horst de Maas vinden we misschien dingen anders belangrijk dan in Venlo. En omdat dat in Waalwijk een succes was, wij zijn erachter gekomen, hebben wij gezegd, we willen dat ook. Alleen we willen dat als regio doen. Want we vinden dat we alle Noord-Limburgse gemeentes hebben te kampen op hun manier met een arbeidsmigrantenvraagstuk. Los van dat we ons moeten afvragen of we nog bedrijven moeten toevoegen die alleen met arbeidsmigranten werken of niet. Dat is een losse keuze. Ik heb daar wel een mening over, maar dat is een keuze die daar los van staat. We weten gewoon dat we met arbeidsmigranten te maken hebben. Die zijn er nu. Die zullen er ook altijd blijven. En dus moeten we ervoor zorgen dat ze ook echt goed mee gaan doen. Nou, die app zagen we in Waalwijk. En wij dachten, dat is mooi voor onze regio om op te pakken.
Ja, migratie speelt natuurlijk altijd ook een rol in de samenleving. Merken jullie daar ook iets van in de gemeente Horst en de Maas? Absoluut. Heel veel mensen hebben daar mening over, maken zich daar zorgen over, hebben daar vragen over. En daar gaan we graag een gesprek over aan. Want, maar kijk, ik ben wethouder bij een gemeente. Soms gaat het niet om mijn mening. We hebben te maken met arbeidsmigranten. Dat zijn er in de piek, als ook alle agrarische bedrijven vol zitten, zijn dat er zo'n 6000. Dus daar hebben we gewoon mee te dealen. En landelijk maken ze beleid. Wij merken dat, zien dat. Dus wij hebben daarna te handelen. En dan vind ik het belangrijk dat als je dan als Pools gezin je hier vestigt en je hebt kinderen, dan is het mijn taak om te zorgen dat die ouders meedoen, die kinderen zonder taalachterstand naar school kunnen, dat er vrijwilligerswerk gedaan wordt en dat we met elkaar samenleven. Dus los van wat ik daar vind, vind ik dat vooral dat ik die verantwoordelijkheid heb. Ja, hoe ging de samenwerking eigenlijk tussen de gemeentes? Ging dat flexibel of ja, zaten er toch wat knelpunten in? Nee, dat ging heel goed. We hebben met elkaar daar een heel mooi project van gemaakt. En die vier gemeentes die we nu als eerste gevuld hebben, hebben daar allemaal hun stinkende best voor gedaan. En het resultaat mag er zijn. Je vertelde dat er zaterdag een beurs was. Ja. Toen hebben jullie de app gepresenteerd. Ja. Hoe was dat? Ja, was leuk. Vooral omdat waar we als op het thema arbeidsmigranten heel vaak nog als gemeente zelf hebben geopereerd, hebben we dat nu echt met vier gemeenten samen gedaan. En de eerste reacties waren heel positief. Mensen die daar ter plekke die app hebben gedownload, waren heel blij met het resultaat. En dat is uiteraard het allerbelangrijkste. Ja, nu is natuurlijk oktober ook een beurs, de Hilto hier in Horst aan de Maas. Ja. Er staan natuurlijk ook ontzettend veel bedrijven. Gaan jullie daar dan ook nog aandacht aan vestigen voor die app? Nou, die was me eigenlijk nog niet bekend, maar ik vind het wel zo'n goed idee dat ik het voor ga stellen. Dus mocht je nog wat uren bij willen klussen, dan ben je welkom. Dat is een heel goed idee. Dus mochten ze dat nog niet gaan doen, dan ga ik ervoor zorgen dat ze het gaan doen. Bedankt voor het leuke interview.